Welkom bij de nieuwe tutorial van Jolanda Zaakwereld. Heel veel plezier! Hallo en welkom bij Jolanda's Haakwereld. Goedemorgen. Ja, het is nog ochtend. Net nog. We gaan weer een leuk tafelkleedje haken. Of een mandala. Wat je ermee gaat doen, moet je zelf weten. Maar ja, het zijn eigenlijk gewoon tafelkleden die je als een mandala kunt gebruiken. Ik had een nieuw boekje gehaald. Die had ik een keer gekocht op Marktplaats Haakwereld. Die ben ik aan het sparen, want die vind ik zulke mooie boeken. En is bijna niet te krijgen. Maar goed, alle beetje, iedere keer als ik wat zie, dan kaap ik ze toch weg. Probeer ik. En er stond deze in. En ik ga dat natuurlijk kopiëren, want ik ga dat natuurlijk niet in dat boekje schrijven en krassen. Vind ik zonde. Ook al heb ik het uitgebare pen. Wij gaan deze maken. Hier heb je hobbeltjes, dus een popcornsteek zit erin. Zo komt die mooi omhoog. En dat vind ik dan wel weer, wel weer iets aparter, iets leuker. Misschien dat ik het patroon een klein beetje ga aanpassen, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik zit dat nu zo te bedenken, omdat ik een popcornsteek heb. Is het natuurlijk wel leuk dat dit dan ook een beetje omhoog komt. Maar daar ga ik nog even over nadenken, dat weet ik nog niet. Gaan we daar kijken. Dit is het diagram. Die ga ik dus niet delen op mijn Facebook groep, dat snappen jullie. Even kijken. Ze zeggen dat die 56 centimeter wordt. En materiaal is 70 gram wit katoen van Liana 15. Dus een looplengte van 325 meter is 50 gram. Oké. En ze hebben het gehaakt met 1 en je kunt het tot 1,25 doen. Nou ja, goed, je kunt het met alle garen maken natuurlijk en met je eigen haaknaald, met wat de garen zegt en wat jij prettig vindt. Ik doe daar ook eigenlijk nooit wat hier staat, doe ik eigenlijk nooit. En ik kom ook nooit aan die centimeters, dat vind ik ook altijd heel knap van mezelf, dat me dat nooit lukt. De werkwijze, nou ja, goed, dat ga ik dus allemaal uitleggen. De popcornsteek ga ik jullie uitleggen. En de pico ga ik ook uitleggen hoe die moet. Daar zijn er ook een paar van. Ik weet niet of ik die ga gebruiken, of dat mooier is. Of dat ik zeg van, nou, het is geen meerwaarde. Dan laat ik ze ook wel eens weg. Want ze zitten hier zo, zie ik. Ja, vaak vind ik het niet mooier op worden, maar goed, dat is mijn visie. Dus het kan zijn dat bij mij er niet is, ik ga het wel uitleggen, maar het kan zijn dat ik ze niet maak. In welke ring die dan komt te zitten, weet ik dus nou ook nog niet, want dat ligt een beetje aan je garen, hè, en hoe je haakt, haak je vast, haak je los, alles kan, hè. Ik ga het haken met scheepjes Maxi Sweet Treat. Die heb ik hier nog een paar bollen van liggen van deze. Ja, en ik ga altijd eerst even mijn voorraadje een beetje opmaken voordat ik verder ga. Want ik vind dat zo zonde dat het allemaal blijft liggen. En de kast die kon ik nu weer bij. Ik kon een paar maanden niet bij en nu wel weer. Heerlijk is dat. Dus kon ik deze pakken. Daar zit dus 140 meter op, is 25 gram. Dus, en hij wordt ook aangegeven bij 1,25 en 1,5 haaknaald. Als je dezelfde kleur wil, het is 215. Nou ja, goed, hij is 1,40 euro, dus dat valt nog best wel mee. Nou, zo duur is het niet. Ja, nou ja, goed, heb je natuurlijk niet een grote bol. Maar deze had, hier het handwerkzaakje ging dicht, dus toen heb ik ze een keer allemaal gekocht. Dus ja. Dus is ze dwenen hier uit beneden. We hebben nu niemand meer zitten. Dus ik zou zeggen, kom maar weer. Maar goed, deze gaan we dus maken.
En met haaknaald nummer. Oh, dat is een hele dikke. Die moet ik niet hebben. Ik heb hier de 1 liggen. De 1.5 en de 1.25. Ik ga het proberen eerst met 1.25. Wil dat niet lukken, ga ik over naar 1.5. Maar goed, dat gaan we dan wel zien. Ik zou zeggen, pak je spullen erbij. Een bakje thee, een kopje koffie, wat je ook wil. Pak er lekker bij en dan gaan we lekker. Nou, daar gaan we dan. Ik heb hier een opzetlus gemaakt en ik ga 6 lassen haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ga ik terug naar de eerste en dan ga ik een draad er doorheen halen en gelijk door de lus van je haaknaald. Dan heb je een rondje. Dan ga ik 3 lossen doen en dan gaan we 16 stokjes haken met 1 losse ertussen. Dus 4 lossen. Dan gaan we een stokje in dat rondje maken. Dus omslaan in de opening van het rondje, draad ophalen, omslaan er 2, omslaan er 2. Doen we 1 losse. Dan gaan we nog een keertje doen. Draad omslaan in de opening. Draad ophalen, omslaan er 2, omslaan er 2. 1 lossen. En dit doe je 16 keer met deze erbij geteld. Met die 4 lossen die we net gemaakt hebben, want dat is een stokje met 1 lossen. Gaan we weer in de opening, draad ophalen, omslaan er 2, omslaan er 2. Dat is 4. 1 lossen. Dit is nummer 5. Dit doe je 16 keer. Als je het 16 keer gedaan hebt, dan kom ik zo meteen bij jullie terug. En dan gaan we hem samen sluiten. Nou, hier heb ik dus al 15 stokjes. Dan heb ik hier nog die ene losse gehaakt. En dan gaan we hem vastzetten in de derde lus van onderen. En dan gaan we tellen. 1, 2, 3. Maar je kunt ook heel simpel tellen. Je hebt hier de V-steek. Daar moet je 1 stok of 1 losse ertussen houden. Want dat is die ene losse. En dan daaronder, dat is jouw lus waar je in moet. En dan zet je hem weer vast met een halve vaste. Kijk eens wat mooi. Mooi rondje. Nou, dan gaan we naar ronde 2. En ronde 2 gaat als volgt. We gaan hier 3 lossen doen. Dat is een stokje. Nou, jullie kennen me allemaal. Als jullie vaker met mij meegehaakt hebben, dat ik speldjes gebruik als steekmarkeerders. Dus mooi dun. Die dikkere gewone plastic, die zijn dik, dan gaat dat in jouw, ja, dat lubbert uit. Ik vind dat niet mooi, dus ik gebruik altijd een speldje. Veel fijner. Daarna doen we nog 2 lossen, dat is het volgende boogje. Nou, dan gaan wij een stokje haken in de volgende steek. Dus in iedere stokje komt een stokje en dan 2 lossen ertussen. Dus eigenlijk hetzelfde als net, alleen de losse wordt geen 1, maar 2. 2 lossen. En in de volgende weer een stokje. 2 lossen. En de volgende weer een stokje. Nou, dit ga je dus helemaal rond doen. En als ik aan het einde ben, kom ik bij je terug. Gaan we samen weer sluiten. Nou, hier heb ik dus al 15 stokjes. Dan heb ik hier nog die ene losse gehaakt. En dan gaan we vastzetten in de derde lus van onderen. Dan gaan we tellen. 1, 2, 3. Maar je kunt ook heel simpel tellen. Je hebt hier de V-steek. Daar moet je 1 stok of 1 losse ertussen houden. Want dat is die ene losse. En dan daaronder. Dat is jouw lus waar je in moet. En dan zet je hem weer vast met een halve vaste. Kijk eens wat mooi. Mooi rondje. Nou, dan gaan we naar ronde 2. Ronde 2 gaat als volgt. We gaan hier 3 lossen doen. Dat is een stokje. Nou, jullie kennen me allemaal. Als jullie vaker met mij meegehaakt hebben, dat ik speldjes gebruik als steekmarkeerders. Dus mooi dun. Die dikkere, gewone plastic, die zijn dik. Dan gaat dat in jouw, ja, dat lubbert uit. Ik vind dat niet mooi, dus ik gebruik altijd een speldje. Veel fijner. Daarna doen we nog 2 lossen, dat is het volgende boogje. Nou, dan gaan wij een stokje haken in de volgende steek. Dus in iedere stokje komt een stokje en dan 2 lossen ertussen. Dus eigenlijk hetzelfde als net, alleen
De losse wordt geen 1, maar 2. 2 losse. En in de volgende weer een stokje. 2 losse. En de volgende weer een stokje. Nou, dit ga je dus helemaal rond doen. En als ik aan het einde ben, kom ik bij je terug. Gaan we samen weer sluiten. Nou, zijn we weer aan het einde. Ik heb hier 2 lossen weer gehaakt. Haal ik mijn speldje hier uit. Mijn duim even goed erbij. Dat ik weet waar die is. Ga ik weer omslaan. Oh nee, ga ik niet omslaan. Dan ga ik in die steek. Dan ga ik mijn haaknaald in doen. De draad er doorheen halen. En door de lus van je haaknaald. En dan zit hij weer vast. Dan gaan we nu naar ronde 3. Ronde 3 gaat als volgt. We gaan 3 lossen doen. En dan gaan we in dezelfde steek nog een stokje maken. Daarna gaan we 2 lossen doen. En dan gaan we in de volgende ook weer 2 stokjes maken. Het is allemaal niet zo heel erg schokkend en moeilijk. Zo, weer 2 lossen. En weer 2 stokjes in de volgende. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. Dus 2 lossen. En 2 stokjes in de volgende steek. 1 en 2. Dat ga je dus helemaal weer rond doen. Als je denkt van nou, ik kan hem zelf sluiten, prima. Hierna kom ik nog een keertje terug en dan ga ik weer samen met jullie sluiten. Daar zijn we weer. Ik heb hier weer die 2 lossen gehaakt. En nu ga ik hem vastzetten in de derde lus van onderen. Dat is 1, 2, 3. Maar je hebt hier die V-steek en dan kun je de onderste steek gelijk, wie eronder zit. Dat is altijd de steek en de derde. En met een halve vaste. Zit hij weer mooi rond. Gaan we nu naar ronde 4. Die gaat weer als volgt. We gaan weer 3 omhoog is een stokje. Dan gaan we in de volgende stokje ook een stokje maken. Dus zodat je 2 stokjes achter elkaar krijgt. Dan gaan we 3 lossen doen. En dat is eigenlijk ook al het rondje wat je moet doen. En 2 stokjes achter elkaar. In het eerste stokje een stokje. En in het tweede een stokje. Daarna 3 lossen. Dan ga je hier naar de volgende. 1, 2. En dan weer 3 lossen. En dan gaan we hier weer 2 stokjes haken. 1, 2. 3 lossen. En weer 2 stokjes. Nou, en die ga je dus helemaal rond doen. Als je weer aan het einde bent, zet je hem weer vast in de derde lus van onderen. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 5. Nou, gaan we nu naar ronde 5. Ik heb hem hier gesloten in die derde lus. En dan ga ik weer 3 omhoog. Eerst een stokje en ik ga in de volgende ook weer een stokje maken. Daarna doe ik 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we hier weer 2 stokjes haken. 1, 2, achter elkaar. Weer 4 lossen. En weer 2 stokjes. Nou, dit ga je dus helemaal weer rond doen. Dus 4 lossen en 2 stokjes. Ben je weer aan het einde, zet je hem hier weer vast in de derde lus. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 6. Nou, ben ik weer. Dan gaan we nu naar ronde 6. En dat is ook weer als volgt. We gaan hier weer 3 omhoog. En we gaan weer in het volgende steek gaan we weer een stokje haken. En nu gaan we 5 lossen doen. 2, 3, 4, 5. En weer 2 stokjes achter elkaar. En dat is dus de hele ronde weer. Het is wel makkelijk, je hoeft niet zoveel uit te leggen. 5 lossen. 2, 3, 4, 5. En 2 stokjes. Nou, als je weer helemaal aan het einde bent, zet je hem weer vast met een halve vaste. En dan kom ik zo meteen terug en dan gaan we naar ronde 7. Dan gaan we nu naar ronde 7. En ik ga hier weer 3 omhoog, is een stokje. En dan ga ik in het tweede stokje, dan ga ik 2 stokjes inhaken. Dus 1 en 2. Zo krijg je 3 stokjes achter elkaar. Daarna doen we 5 lossen. 3, 4, 5. Dan gaan we hier in de eerste 1 stokje inmaken. In de volgende 2 stokjes. 1, 2. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5.
in de eerste één stokje en in de tweede twee stokjes. En dit ga je dus helemaal weer rond doen. En als je aan het einde bent, zet je hem weer vast. Hier zo met een halve vast en dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 8. Nou, gaan we nu naar ronde 8. En ik ga hier weer drie losse doen, dat is weer een stokje. En dan ga ik nog twee stokjes in dezelfde steek maken. Dus ik ga in dezelfde steek nu nog twee stokjes erbij doen. 1 en 2. Ook een makkelijk rondje dit. Nu gaan we in de tweede steek ook weer drie stokjes maken. 1, 2, 3. In de volgende gaan we weer drie stokjes doen. 1, 2, 3. Dan gaan we gelijk naar de volgende stokje hier en dan gaan we er ook weer drie in zetten. Dus geen losse ertussen. 1, 2, 3. Naar de volgende ook weer drie stokjes in. Nou, en dit is dus wat je moet doen. Dus in iedere steek van het stokje doe je een stokje in. Of drie stokjes in. En dan geen losse ertussen. Maar je gaat gewoon naar de volgende groep in. En dan ga je datzelfde doen. Weer overal drie stokjes in maken. En dan krijg je dit. Moet het dan eruit zien. Dat ga je helemaal rond doen. Als je weer hier bent, zet je hem weer vast met een halve vast in de derde lus. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 9. Nou, gaan we naar ronde 9. En we gaan hier drie omhoog is een stokje. En dan gaan we in de volgende steek gaan wij de popcornsteek maken. Nou, we gaan omslaan. We gaan in de volgende steek gaan we de draad ophalen, omslaan en de twee lussen. De rest laat je op je haaknaald, ga je niks meer mee doen. Dat is dus de eerste. Dan gaan we er nog één doen. Weer omslaan, in dezelfde steek de draad doorheen halen, omslaan de twee. Dan heb je de drie. Dan weer een keer omslaan, in dezelfde opening draad ophalen, omslaan de twee. Dan heb je vier lussen. En dit is dus het derde stokje. Nog een keer omslaan, draad ophalen. Omslaan de twee heb je de vier en nu de laatste, of nee, de ene laatste, want je moet er de vijf hebben. Dus vijf stokjes, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, dat is 5. En dan heb je 6 lussen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sla je om en dan ga je door alle 6 lussen in één keer. Dat is de popcornsteek. Na die popcornsteek gaan wij één losse doen. Dan gaan we naar de volgende drie. Maar dan kunnen we ook zo zeggen, we gaan twee stokjes overslaan. 1, 2. En in de derde, en dat is dan de middelste van de volgende drie. Kijk maar, zo zie je. En dan in die middelste van de drie, daar gaat hij weer in. Dus dat betekent dat je twee stokjes overslaat. Dus dan gaan we weer een popcorn maken. 1, 2 overslaan in de derde. En dan 5 halve stokjes ga je afmaken. Stokjes, maar niet helemaal afmaken. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan heb je 6 lussen weer op je haaknaald. Ga je omslaan door alle 6. 1 losse weer doen. Dan gaan we weer 2 overslaan. 1, 2. En in de middelste, dus de ene laatste steek, dan gaan we weer een popcornsteek maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan heb je weer 6 lussen. Omslaan door alle 6. Dan heb je 3 van die popcorn gemaakt. Dan ga je in de laatste stokje ga je een gewoon stokje haken. Dus in de eerste en in het laatste stokje doe je een stokje.
En daarna doe je overal twee stokjes overslaan in een popcorn. Dan doe je één losse hier tussen en dan gaan we naar de volgende. Eerste stokje doe je een stokje. Daarna ga je hier in de volgende de popcornsteek weer maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan omslaan door alle 5 lussen. 1 losse, weer omslaan, 2 overslaan, in de derde weer een popcornsteek. 1, 2, 3, 4, 5 en dan door alle lussen. 1 losse, weer omslaan, 2 overslaan, in de ene laatste weer een popcorn steken. 1, 2, 3, 4, 5 en door alle lussen. En in de laatste doen we weer een stokje. Dan doen we 1 losse. En dan ga je in de eerste weer een stokje maken. Nou, en dit ga je dus helemaal herhalen. Helemaal rondom. En als je dan straks klaar bent, dan ga je hem sluiten in die derde lus van die 3 lossen. Dan ga je hem dan, dan ga je hem sluiten. Nou, als je dat gedaan hebt, dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 10. Goed, gaan we naar ronde 10. We gaan weer 4 lossen, of 3 lossen doen, is een stokje. En dan gaan wij in deze openingetjes van die ene losse, daar gaan wij nu weer een popcornsteek maken. Dus we gaan omslaan en ik ga hier gewoon in de opening ga ik beginnen. En dan ga ik die 5 stokjes maken. Die 5 halve stokjes. 3. 4. En 5. En dan ga ik de alle lussen in 1 keer. Daartussen doen we nog 1 losse. En dan gaan we naar de volgende groepje. Dus weer in die ene losse opening, daar gaan wij 5, ja, een popcornsteek maken. 2, 3, 4 en 5. Ik heb van het weekend zijn we in Horen geweest. Dat is een zaakje en jullie kennen dat wel, haak maar aan bij Sas. Maar die heeft ook een winkel. En daar was ik dus. En ontzettend leuke vrouw met kletsen en gewoon heel leuk. En daar heb ik hele mooie garen gekocht, een hele mooie een cake, een verloopgaren. Van scheepjes of van durabel. En daar ga ik ook nog een mooie tutorial mee maken. Maar ontzettend leuk. Maar daar was ik dus. En daar heb je heel veel zaakjes wel zitten. Dat wist ik ook niet. Dat was best grappig. Nou, maar goed. Dan gaan we hier, hebben we deze gemaakt. Dan gaan we geen losse doen. En dan gaan we een stokje doen in het allerlaatste stokje. Dus hier heb je die groep met die popcornsteek en daar heb je die, ja, dat stokje. Nou, en in die steek gaan wij insteken en dan maken we gewoon een stokje, net als anders. En dan krijg je dit te zien, een soort klein bloemetje-achtig. Zie je dat zo rond? Grappig, hè? Nou, dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we hier in het eerste stokje een stokje maken. Zo. Daarna gaan wij in die openingetjes weer een popcornsteek maken. 1, 2, 3, 4 en 5. En dan ga je door alle lussen weer. Daarna doen we 1 losse. Nou, dan ga je naar de volgende openingetje en dan gaan we ook weer een popcornsteek maken. 1, 2, 3, 4 en 5.
en onder alle lussen. Daarna ga je weer omslaan en dan ga je in het laatste stokje weer een stokje haken. En dan doe je 5 lossen. 3, 4, 5. En dit ga je dus helemaal rond doen. En dan krijg je dit als een, als een ding. Dan ga je zo meteen, als je aan het einde bent, dan zet je hem hier weer vast in die derde lus. Dus niet hier bovenop, maar echt in die derde lus van die 3 stokjes. Nou, als je dat gedaan hebt, kom ik ook zo terug en dan gaan we naar ronde 11. Goed, gaan we nu naar ronde 11 en dan gaan we weer 3 lossen maken en is een stokje. En dan ga ik hier in het midden van die popcornsteek, ga ik weer een popcornsteek maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga ik de alle lussen in één keer. Ik doe heel even hier een speldje omheen. En dan gaan we 9 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nee, wacht. Nee, na die popcorn moeten we eerst nog een stokje maken. Oh, wacht even. Dus we gaan hier weer op dit stokje weer een stokje maken. En daarna gaan we 9 lossen doen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, dan gaan we hier weer op dit stokje weer een stokje maken. Zo. Dan gaan wij hier tussen weer een popcorn maken. 1, 2, 3, 4. 5 en dan omslaan door alle lussen en dan ga ik weer in het laatste ook weer een stokje maken en dan doen we weer 9 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dan gaan we de popcorn en dan krijg je dit. Als je weer helemaal aan het einde bent, zet je hem hier weer vast in de derde lus met een halve vaste. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 12. Dan gaan we nu naar ronde 12 en dan gaan we weer 3 omhoog. Dus een stokje. En dan ga ik hier op het stokje ook weer een stokje maken. Dus niet op de van de popcorn, maar echt een stokje. Zo. Hier even mijn speldje weer tussen. Dan doen we 11 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11. Dan gaan we naar de popcorn in. En op de popcornsteek, daar gaan we een vaste inzetten. Dus echt hier zo heb je de popcorn en dan zie je die V. En daar gaan we insteken. Dan gaan we een vaste zetten. Dan doen we 1 lossen. En in dezelfde steek nog een vaste. Nou, dan gaan wij weer 11 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nou, dan gaan we naar de volgende popcorn. En daar gaan wij in het eerste stokje een stokje maken. En in de laatste stokje doen we ook een stokje in. Dan weer 11 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dan kom je weer bij die popcorn aan. En in die popcornsteek, daar doen we een vaste in. 1 losse en nog een vaste in dezelfde steek. En dan weer 11 lossen. En het is om en om. Dus om en om de stokjes. En dan de volgende is een stokje 1 losse of een vaste. 1 losse en een vaste. Kom je weer aan het einde, zet je hem hier weer vast in de derde lus met een halve vaste. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 13. Dan gaan we naar ronde 13. En dan gaan we weer 3 omhoog. Dat is een stokje. En dan gaan we in de volgende stokje ook weer een stokje doen. Dus 2 stokjes. Zo. Dan gaan we 10 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Dan gaan wij in deze 1 losse opening, daar gaan wij 6 stokjes in haken. Ja, je hoort het goed. Dus we gaan hier in
in die opening, het is een beetje slecht te zien, maar hij zit er wel. 1, 2, 3, 4, 5 en de laatste is 6. Dan weer 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, dan kom je weer bij die stokjes aan en dan ga je in het eerste stokje weer een stokje maken. En weer in het tweede ook een stokje. En dan heb je 10 lossen en dan ga je weer 6 stokjes in dat kleine openingetje van 1 losse tussen de vaste maken. Als je weer aan het einde bent, zet je hem hier weer vast met een derde, met een halve vaste. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 14. Dan gaan we nu naar ronde 14 en die gaan we weer als volgt. We gaan 3 omhoog en we gaan in de volgende weer een stokje maken. Daarna gaan we 10 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu gaan we hier stokjes erbij doen, 9 stuks, nee, 6, 8 stuks. En dan de eerste, die gaan we in de laatste losse van de 10, daar gaan wij het eerste stokje in haken. Daarna gaan we 6 stokjes achter elkaar doen van een stokje op een stokje van de vorige ronde. Dat is dan nummer 2 eigenlijk, hè. 3. 4, 5, 6, 7 en de laatste doe je dan in het eerste lossen van de 10 lossen van de vorige ronde. Dan heb je 8 stokjes achter elkaar. Oh, nou, dan moeten we even uithalen, sorry. Even uithalen, want ik zie 3 stokjes zijn goed. Zo. Tot 3 stokjes, want we moeten er nog lossen tussen prutsen. Dus 3, doen we 1 lossen, dan gaan we weer 2 stokjes achter elkaar doen. 1, 2, 1 lossen en dan 3 stokjes. 1, 2 en dan in de eerste van de 10 ook weer een stokje. En dan krijg je dit. 3, 2, 3. En dan 1 los ertussen. Doen we 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik ga nog 1 met jullie meedoen, omdat die andere net niet goed ging. 2 stokjes achter elkaar. 1, 2. Dan doen we weer 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ga je in het laatste losse van de 10 een stokje maken. 1. Dan een stokje op een stokje is 2. En weer nog een stokje in de volgende is 3. 1 losse. Daarna 2 stokjes achter elkaar. 1, 2. 1 losse. En dan gaan we weer 1, 2. En in de eerste losse van de 10 ook weer een stokje. En dan doe je weer 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan doen we weer die 2 stokjes achter elkaar. Nou, dit ga je dus helemaal rond doen. En als je dan weer klaar bent, dan zet je hem weer vast met een halve vaste. In de derde lus. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 14. Nou, dan gaan we naar ronde 15. En die gaat als volgt. We gaan weer 3 omhoog is een stokje. Dan gaan we in de volgende steek ook weer een stokje maken. Zo. 8 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou gaan wij 4 stokjes achter elkaar haken. En dat betekent dat we hier 2... De ene laatste steek van de 10, daar gaan we beginnen met een stokje.
Dan gaan we in de volgende steek een stokje haken. Dat is nummer 2. En dan 2 op een stokje. Dus hier op een stokje en in de volgende een stokje op een stokje. Dan gaan we 2 losse doen. 1, 2. Dan gaan we 1 stokje overslaan. En nou dacht ik zo bij mezelf, en dat gaan we dus veranderen. Normaal zou je hier gewoon 1 stokje op maken, maar dan ga ik nu een relief stokje maken. Dus ik ga omslaan, dan ga ik hier insteken en dan pak je dat stokje naar boven. Zie je dat? En dan pak je je draad, dan ga je draad er doorheen halen, achterlangers. Omslaan de 2, omslaan de 2. Dan heb je een relief stokje en dan komt dit omhoog. En dat is wel mooi. En deze ook. Dan doen we 1 lossen. Dan gaan we in het volgende weer een relief stokje maken. Dus we gaan hierin steken. In deze opening. Achterlangers. Dat hij erboven opkomt. Je draad achterlangers doorhalen. Omslaan de 2. Omslaan de 2. Dan krijg je dit. Dan komt hij omhoog. Net als de puffertjes, zeg maar, de popcornsteek. Dan komt dit ook een beetje omhoog. Dat kan best wel eens heel leuk worden. Dan doen we weer 2 lossen. 1, 2. Nou, dan gaan we weer eentje overslaan. En dan gaan we de laatste 2 stokjes gewoon een stokje haken. 1, 2. En dan in de 2 lossen. Volgende steken. Dus in de eerste lossen een stokje. En in de tweede lossen een stokje. Dan gaan we weer 8 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kom je hier bij deze 2 stokjes aan. En daar gaan we gewoon 2 stokjes in haken. 1, 2. 8 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we eerst in de ene laatste steek een stokje haken. Zo. Dan in de volgende steek een stokje. Dan een stokje op een stokje. Dat is nummer 3. En de laatste ook weer een stokje op een stokje. 2 lossen. 1 overslaan en dan de volgende ga je weer een relief stokje maken. Dus je gaat weer hier in de opening, achterlangers naar de volgende opening. Je draad er doorheen halen, omslaan door 2, omslaan door 2. Doe je 1 losse, dan weer een volgende relief stokje weer in de eerste opening, naar de volgende opening, achterlangers. Je draad er doorheen halen, omslaan door 2 en omslaan door 2. Daarna weer 2 lossen. Nou, dan ga je weer 1 overslaan en in de ene laatste stokje weer beginnen met een stokje. De laatste een stokje. En dan in de eerste lossen weer een stokje. En dan in de tweede weer een stokje. En dan ga je weer 8 lossen doen. En dan krijg je dit te zien. Nou, als je weer aan het einde bent hier, zet je hem weer vast in de derde lus met een halve vaste. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 16. Nou, zijn we weer. Gaan we naar ronde 16. Ik heb hem hier weer gesloten. En als het goed is, kom je precies uit om en om. Dus je hebt 16 van deze dingen. Dus niet 15, maar 16. Juist. Nou, en dan kom je precies om en om en om en om. Oké, dan gaan we nu naar 16. Dan gaan we 3 lossen doen. Dat is weer een stokje. En dan gaan we nog een stokje weer ernaast maken. Zodat je weer 2 stokjes achter elkaar doet. Ik heb bijna mijn eerste kleine bolletje op. Even kijken, zo. Dan doen we 6 lossen. 2, 3, 4, 5, 6. Dan komen we hier bij deze stokjes aan. En dan ga ik hier weer de eerste 2 in de lossen maken. Dus in de ene laatste en de laatste steek. Daar gaan we een stokje maken. Achter elkaar.
En nog 3 met een stokje op een stokje. 1, 2 en 3. Zo heb je 5 stokjes achter elkaar. Dan doen we 2 losse. Eentje overslaan. Dan gaan we naar de eerste van die 2 die we hier hebben. En dan doen we 2 stokjes in maken. 1, 2. 1 losse. En dan gaan we hier ook weer 2 stokjes maken. 1 en 2. Dan doen we 2 losse. En dan gaan we 1 overslaan. En dan gaan we weer beginnen. Hier met eerst 3 stokjes. Een stokje op een stokje maken. 1, 2, 3. En dan hier nog 2 achter elkaar. 1 en 2. En dan doen we weer 6 lossen. 3, 4, 5, 6. En dan kom je hier weer en dan ga je 2 stokjes aan. En dit is wat je dus helemaal rond gaat doen. 6 lossen. Dan gaan we hier weer in de ene laatste steek van de lossen een stokje doen. In de laatste steek een stokje doen. Daarna 3 stokjes op de stokjes maken. 1. En de volgende is 2. En de volgende is 3. 2 lossen. 1 overslaan. In de volgende stokje 2 stokjes. 1. 2. 1 lossen. En weer 2 stokjes in de volgende. 2 lossen. 1 stokje overslaan en in de volgende 1, 2, 3 en 2 in de losse maken, 4 en in de volgende steek is nummer 5 en dan weer 6 lossen, 3, 4, 5, 6 en dan ga je die 2 stokjes weer haken. Nou, dit ga je dus helemaal rond doen en als je dadelijk weer hier bent, dan zet je hem weer vast met een halve vaste in de derde lus. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 17. We gaan naar ronde 17. Ik ga hier weer 3 lossen doen. En dan gaan we hier nog een stokje maken. En achter elkaar hebben we er weer 2. Dan doen we 5 lossen. Dan gaan wij hier 1 stokje ervoor zetten, dus in het allerlaatste lossen. Dan gaan we een stokje in maken. Dan gaan we in de volgende, in het eerste stokje, daar gaan we 2 stokjes in maken. 1, 2. Daarna 3 stokjes achter elkaar. 1, 2, 3. Dan doen we 2 lossen. Eentje overslaan. Dan gaan we hier naar de volgende. En daar gaan we weer 2 stokjes in de eerste. 1, 2, in de volgende 1 stokje, 2 lossen, in de volgende 1 stokje, in de volgende 2 stokjes, daarna 2 lossen, eentje overslaan en dan gaan we 3 stokjes achter elkaar doen, 1, 2, 3, in de laatste stokje doen we er 2 in. En dan in de eerste losse ook weer 1. Daarna doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we hier weer 2 stokjes haken. En dit ga je dus helemaal rondom doen. Hier weer 5 lossen. Dan ga ik hier in de laatste lossen een stokje maken. In de eerste stokje 2 stokjes. 2. Daarna 3 stokjes achter elkaar. 1. 2. En 3. Dan doen we 2 lossen.
1 overslaan in de volgende 2 stokjes. 1, 2. In de volgende 1 stokje. 2 lossen. In de volgende stokje 1 stokje. In de volgende weer 2 stokjes. 1, 2. 2 lossen. 1 losse over, of 1 stokje overslaan. 3 stokjes achter elkaar. 1, 2, 3. En in de laatste doe je er 2 in. 2. En een op 1 losse ervoor een stokje. Zo. En dan doe je weer 5 lossen. Nou, dit ga je dus weer helemaal rond doen. En als je hier komt, zet je hem weer vast met een halve vaste. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 18. Nou, gaan we naar ronde 18. En ik ga hier weer 3 lossen doen. Dus een stokje. En in de volgende doen we ook weer een stokje in. Daarna doen we 4 lossen. Dan gaan we hier weer 2 stokjes extra haken. 1, 2. Daarna gaan wij 4 stokjes achter elkaar doen. 1, 2, 3 en 4. Een beetje draad pakken. Zo. Dan gaan we 3 lossen doen. Dan gaan we naar het volgende stokje. Gaan we er 2 overslaan? Ja, we gaan slaan 2 overslaan. Dan gaan we hier naar de volgende groepje. En dan gaan we in de eerste gaan we 2 stokjes in maken. 1, 2. En daarna doen we nog 2 achter elkaar. 1, 2. Goed, daarna doen we 2 lossen. Dan gaan we hier naar de volgende groepje. Dan gaan we de eerste 2 achter elkaar doen. 1, 2. En in de laatste doen we er weer 2 in. 1, 2. Daarna gaan wij 3 lossen doen. 1, 2, 3. Dan gaan we er 2 overslaan, 2 stokjes. En dan gaan we de derde. En dan gaan we weer 3 stokjes achter, 4 stokjes achter elkaar doen. 1, 2, 3. En de laatste is 4, dat is het laatste stokje op stokje. Dan gaan wij nog 2 stokjes in de losse maken. Dus in de volgende steek doen we een stokje. En in de andere losse ook een stokje. Daarna 4 lossen. En weer 2 stokjes. 2 stokjes, ja. Nou, dan ben je alweer rond. En dan krijg je dit. 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Hier in de lossen de eerste 2 maken. 1, 2. En dan 4 op een stokje. 1, 2, 3, 4. Daarna doe je 3 lossen. Dan ga je naar de volgende. Dan ga je die 2 overslaan. Dan ga je naar het volgende groepje. En dan ga je in de eerste doe je 2 in. 1, 2. 2 stokjes achter elkaar. 1, 2. 2 lossen. Dan ga je hier weer naar het volgende groepje. En dat doe je eerst 2 keer achter elkaar. 1, 2. En in het laatste stokje doe je er 2 in. 2. Dan doe je 3 lossen. Dan ga je 2 stokjes overslaan in de derde beginnen. En dan doe je eerst 4 stokjes, een stokje per stokje. 2, 3, 4. En dan ga je hier nog 2 stokjes maken. Op de losse.
Maar en dat ga je dus helemaal rond doen. En als je dadelijk weer aan het einde bent, zet je hem weer vast met een halve vaste in de derde lus. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 19. Nou, gaan we naar ronde 19 en ik ga hier weer 3 lassen doen. Dan gaan we hier weer een stokje maken. Zo. Dan doen we 2 lossen. Dan ga ik hier 1 extra stokje weer maken in de lossen. In de eerste stokje van het stokje doen we 2 stokjes in. 1, 2. Daarna doen we nog 3 stokjes achter elkaar. 1, 2 en 3. Daarna 5 lossen. Dan gaan we naar de volgende groepje stokjes. En dan gaan we in de eerste 2 stokjes in doen. 1, 2. Dan gaan we 1 stokje erachteraan doen. En de laatste 2 die gaan we samen haken. Dus we gaan omslaan in de eerste stokje. Draad ophalen, omslaan de 2. 2 lussen op de haaknaald houden. Weer een keer omslaan. In de tweede stokje draad ophalen, omslaan de 2, heb je 3 lussen en dan de alle 3 lussen. En dat zijn 2 stokjes samengehaakt. Dan doe je 3 lossen. Dan gaan we nu de eerste 2 samen haken, omslaan. In het eerste stokje draad ophalen, omslaan de 2. 2 lussen op de haaknaald houden, weer een keer omslaan. Naar het tweede stokje draad ophalen, omslaan de 2, heb je 3 lussen. En dan ga je door alle 3 lussen. Daarna doe je in de volgende 1 stokje in en in de laatste doe je er weer 2 in. En 2. Dan doen we 5 lossen. Dan gaan we de eerste 2 overslaan en dan gaan we in de derde beginnen. Dan doen we 3 stokjes achter elkaar. 1, 2, 3. In de laatste doen we er 2 in. 1, 2 en nog 1 stokje in de eerste lossen. Zo. Dan doe je 2 lossen en dan ga je hier weer 2 stokjes haken. 1 en nog 1, dus 2. Dan weer 1, 2 lossen en dan ga je hier weer beginnen en dan ga je weer in de eerste of laatste lossen een stokje. In het eerste stokje 2 stokjes. Daarna 3 stokjes achter elkaar. 1, 2, 3. 5 lossen. Dan ga je naar de volgende groep en dan ga je in de eerste 2 stokjes in maken. 1, 2. Dan 1 stokje op een stokje. En de laatste 2 doen we samen haken. Omslaan. Door de steek je draad ophalen. Omslaan de 2. Weer een keer omslaan. Draad ophalen. Omslaan de 2. Heb je 3 lussen. En door alle 3 lussen gaan. Daarna 3 lossen. 1, 2, 3. Dan ga je hier de eerste 2 samen haken. 1, 2, omslaan de 3. In de tweede stokje doe je 1 stokje in en in de laatste doen we er weer 2 in. 2. En dan doe je weer 5 lossen. Dan ga je er weer 2 overslaan. Dan ga je er weer 3 stokjes achter elkaar doen. 1, 2, 3. En dan de laatste, daar gaan er weer 2 in. En dan ga je weer op die lossen ook weer een stokje maken. En dan doe je 2 lossen en dan ga je weer die 2 stokjes achter elkaar doen. Nou, dit ga je dus helemaal rond doen. En als je weer klaar bent, sluit je hem weer vast met een halve vaste. En dan gaan we naar ronde 20.
Nou, gaan we naar de ronde 20 en dan ga ik weer 3 omhoog. 1, 2, 3. En dan ga ik hier weer een stokje haken. Daarachteraan. Mijn speeltje. Hoppakee. Daarna gaan we 2 lossen weer doen. Dan gaan wij 2, 4, 5 stokjes achter elkaar haken. En we beginnen gewoon bij de eerste. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hou je er eentje over. Dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 4, 5. Dan gaan we hier naar de opening van het boogje, zeg maar. En dan ga ik hem in de tweede steek ga ik een vaste in doen. Zo. Dan moet ik weer even 5 lossen. Dan gaan wij hier naar de boogje, naar de stokjes. In de eerste gaan we 2 stokjes in maken. 1, 2. En daarna 3 stokjes achter elkaar. 1, 2 en 3. 3 lossen. Dan gaan we hier weer de eerste 3 achter elkaar haken. 1, 2, 3. En in de laatste doe je er weer 2 in. Daarna 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je in de derde lus een vaste zetten. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Eentje overslaan. En dan ga je hier weer 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5. 2 lossen en 2 stokjes. Nou, dan ben ik alweer bij het begin. Nou, en dan ga je dat herhalen wat we net gemaakt hebben. Dus dan ga je dit stukje ga je herhalen. Dan doe je de video even nog een keertje terugspoelen. Als je dat gedaan hebt, zet je hem hier weer vast met de halve vast. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 21. Dan gaan we nu naar ronde 21 en ik moet naar het volgende stokje en dat ga ik doen. Dan ga ik in die steek, haal ik mijn draad er doorheen en gelijk door de lus van je haaknaald en dan ben je in het tweede stokje beland. En daar gaan wij 3 lossen doen. In de derde lus doe ik mijn speldje in. Zo. Daarna ga ik nog 1 lossen erbij doen. Yes. Ja. En dan ga ik 4 stokjes achter elkaar doen. Dus gelijk in de eerste ga ik beginnen. 1, 2, 3. En de laatste is 4. Dan doe ik 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Dan ga ik hier in de tweede losse vast te zetten. Doe ik weer 5 lossen. Dan ga ik hier in de derde een vaste zetten. En daarna doe ik 3 lossen. Dan kom ik hier bij de stokjes. En dan ga ik in de eerste ga ik er 2 in doen. 1, 2. Daarna 2 achter elkaar. 1, 2. En de laatste 2 gaan we weer samen haken. Eenmaal en tweemaal. 3 lussen en door alle 3 lussen. Daartussen doe je 4 lossen. Dan gaan we naar deze kant. En dan gaan we beginnen met 2 stokjes samen haken. 1, 2. Door 3 lussen. Daarna doen we 2 stokjes achter elkaar. En in de laatste gaan we weer 2 stokjes haken. Eenmaal en tweemaal. En dan krijg je dit te zien.
Hierna gaan we weer drie lossen doen. Dan gaan we hier in de derde lus gaan we een vaste maken. Vijf lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we hier in de tweede een vaste maken. Vijf lossen. 3, 4, 5. Dan gaan we eentje overslaan en dan gaan we in de tweede beginnen. En dan doen we vier stokjes achter elkaar. 1, 2, 3, 4. Nou, dan ben ik weer bij het begin. Doe ik één losse. Deze ga ik overslaan en in de volgende doe ik één stokje in. 1 losse. En dan ga je hier weer in de eerste beginnen en dan doe je weer 4 stokjes achter elkaar. En dan ga je dat herhalen wat ik net gemaakt heb. Dus dan ga je de video even weer terugspoelen. Of je schrijft het netjes op. En dan moet je dit, moet je dan hebben. Dit is dan het herhaalstukje. Nou, ik ga het eerst ook even maken en dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 22. Nou, gaan we nu naar ronde 22. Nou, ik heb, nou, zo gaat het daaruit zien. Zelfs vind ik het niet mooi. Ik had, ik ben nu aan het kijken. En ik denk dat de meesten dat ook denken, dat dit niet mooi afgewerkt is. En dat vind ik zelf ook, maar het staat echt in het diagram dat het zo moet. Maar goed, ik vind het niet mooi. Dus ik denk dat ik dit uit ga halen straks en het samen haak naar één punt. Want deze heb je straks niet meer nodig. Dus dat scheelt dan weer. Dus ik denk dat ik dat doe. Maar goed, dat is wat jullie willen. Maar ik ga deze straks uithalen en dan ga ik hem toch samen haken. Want dat is toch mooier. Dan ziet het er netter uit, vind ik. Dit vind ik afgezaagd. Maar goed. Dat zal een foutje misschien ook zijn in de diagram, dat kan ook natuurlijk. Maar goed, hij is zo staat erin, dus ik ga hem wel uithalen, maar dan weet je dat. Nu ga ik, wil ik hier naar de eerste stokje. Dus dan ga ik in die ene losse ga ik een halve vaste maken. En in de stokje steek ga ik ook een halve vaste maken en dan ben ik bij de eerste. Dan ga ik 3 lossen doen, dat is een stokje. En dan ga ik nog 2 stokjes achter elkaar doen, zodat je 3 stokjes achter elkaar krijgt. Zo. Daarna doen we 5 lossen. Dan gaan we naar de eerste steek, of eerste boogje, doe ik in de derde een vaste. Weer 5 lossen. Dan ga ik hier in de middelste. In de derde een vaste, 5 lossen. Dan kom ik bij de stokjes terecht en daar ga ik gewoon op ieder stokje een stokje maken. Dus 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. Daarna doen we 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan ga ik hier ook weer 5 stokjes haken. Het is eigenlijk een heel makkelijk rondje deze keer. 1, 2, 3, 4, 5. Weer 5 lossen doen. 1, 2, 3, 5. In het eerste boogje van de 3, die slaan we over. En dan gaan we in het tweede boogje, in de derde, een vaste zetten. Weer 5 lossen. Dan gaan we hier ook weer een vaste zetten. 5 lossen. 5. Dan gaan we hier 1 overslaan. En dan gaan we weer 3 stokjes achter elkaar doen. 1. 2, 3. Dan doen we er geen lossen tussen. We gaan gelijk door naar de volgende 3. En de eerste 3 gaan we weer haken achter elkaar. En zo krijg je dan 6 stokjes
Achter elkaar. Nou valt het ook wel mee, zie je dat? Nu trekt het een beetje recht. Zie je dat? Die laatste. Nou, ga ik hem dus niet uithalen. Nou laat ik hem zo, maar hij komt wel goed terecht. Zie? Nou goed, dan ben ik weer bij het begin. En dan ga ik weer die 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan ga ik hier weer in de derde. En dan weer 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende weer een vaste. Weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4. 4, 5. En dan ga je die 5 stokjes er maken. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. En als je klaar bent, zet je hem weer vast met een halve vaste. En dan kom ik zo meteen terug. En dan gaan we naar ronde 23. Nou, dan wil ik weer even kijken. Waar moet ik terechtkomen? Ja, nee, ik zit goed. Ga ik 3 lossen doen. En dan ga ik hier nog weer een stokje achteraan doen. Zodat je 2 stokjes achter elkaar krijgt. Van 3 gaan we naar 2. Zo. Nou, dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we in het eerste boogje een vaste zetten. Je mag ook gewoon in de opening doen, hè. 1, 3, 4, 5. In de volgende weer een vaste. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende boogje weer een vaste. En daarna gaan we 3 lossen doen. Nou, dan komen we bij die 5 stokjes aan. En dan gaan we gewoon weer 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5. 4 lossen. Dan gaan we hier weer 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4. Oh, ik zit verkeerd. Ik moet er wel 5 hebben natuurlijk. En dan zitten er ook 5. Dan moet ik dat ook doen, hè. Ik sloeg de eerste over. 1, 2, 3, 4. Ja, zo kun je foutjes maken. Dat gaat heel snel. Dan gaan we 3 lossen doen. Dan gaan we in de eerste een vaste, 5 lossen. 5 in de volgende een vaste. 5, 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende een vaste. 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we de eerste overslaan en daarna in de tweede en in de derde een stokje. Dan gaan we daar de volgende kant en dan gaan we ook in de eerste en de tweede een stokje maken en de laatste slaan we over. Zo hou je 4 stokjes aan het begin. Nu ben ik weer in het begin. 5 lossen, 3, 4, 5. In de eerste boogje een vaste, 1, 2, 3, 4, 5. In de tweede boogje een vaste, nog een keer 5. 5, in de laatste boogje een vaste en dan 3. En dan ga je die 5 stokjes weer haken. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. Is niet zo heel ingewikkeld. En jullie hebben gezien net met de vorige ronde, dat die eerste stokje, dat best wel weer mooi gegaan is. Zie je dat? Dat het mooi aansluit toch wel. Dus ja. Is toch goed gekomen. Nou, wij gaan deze maken en dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 24. Oh, gaan we nu naar ronde 24. En dan gaan wij even kijken. 2, 4 en dan ben ik hier gestopt. En dan ga ik hier nu 3 lossen doen. Dat is een stokje. Zo. Doe ik in die derde lus, doe ik dan mijn speldje even in. Zo.
Dan doe ik nog 4 lossen erbij. 1, 2, 3, 4. En dan ga ik naar het eerste boogje. En dan doe ik weer in de derde een vaste. Weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan doe ik in de volgende weer een vaste. 5 lossen. 5, in de volgende een vaste, weer 5 lossen, en die 3 lossen, dat kleine boogje slaan we over, en dan gaan we gelijk door naar de stokjes. In de eerste gaan we 2 stokjes in doen, 1, 2, daarna gaan we weer 2 stokjes achter elkaar doen, 1 en 2, en dan de laatste 2 gaan we weer samen haken. 1 en 2. En omslaan de 3. Daarna doen we 5 lossen. Dan gaan we hier de eerste 2 weer samen haken. 1, 2. Omslaan de 3. Dan weer 2 achter elkaar. En in de laatste gaan we weer 2 stokjes haken. Nou, dan komen we weer bij de boogjes. Weer 5 lossen. 5. Dan ga je die kleine gaan we overslaan. Dan gaan we weer de tweede boogje een vaste. 5 lossen. Dan gaan we weer in de volgende een vaste. Nog een keer 5. Je moet 3 van 5 doen. En 1 van 4. En dat is nu. En dan 4 lossen. Dan kom je bij deze 2 stokjes aan. En dan gaan we de 2 middelste gaan we samen haken. Dus de tweede en de derde. Dus we gaan hier weer. Dit is de eerste. Dit is de tweede. En die gaan we samen haken. Dan sluit je de punt. Nou, dan doen we weer 4 lossen. En dan ben ik weer bij het begin. Nou, dan gaan we in de eerste boog gaan we weer een vaste zetten. 1, 2, 3, 4, 5. In de tweede boog een vaste. Dat is de eerste 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de tweede 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan kom je hier bij die 3 en die gaan we weer overslaan. En dan gaan we in de eerste stokje 2 stokjes in maken. 1, 2. Daarna 2 stokjes achter elkaar. 1, 2. En de laatste 2 ga je samen haken. Daarna 5 lossen. Dan ga je hier de eerste 2 samen haken. Daarna weer 2 stokjes achter elkaar. En in de laatste doen we weer 2 stokjes in 1 steek. Nou. En dan ga je weer 5 lossen doen. Nou, dit ga je dus helemaal rond doen. En als je dan hier bent, dan zet je hem vast met een halve vast. Oh nee, dan ga je hier nog dat stokje haken en dan zet je hem hier gewoon vast. Want dat moet eigenlijk... Ja, dat samengehaakte stokje worden. Maar ja, dat gaat nooit zo goed lukken. Maar, nou ja. In ieder geval dat. En dan kom ik zo terug en dan ga ik naar ronde 25. Ja, dan gaan we nu naar ronde 25. Ik heb hem hier bovenin vastgezet. En dan ga ik nu 4 lossen doen. Dat is een dubbel stokje. Dan ga ik in dezelfde steek nog een dubbel stokje maken. Dus ik ga 2 keer omslaan. Dan ga ik in dezelfde steek... insteken, draad ophalen, omslaan de 2, omslaan de 2 en omslaan de 2. En dat is dan een dubbel stokje. Daarna gaan wij 7 lossen maken. Ik doe heel even mijn speldje omheen. 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gaan we nog een keer 2 dubbele stokjes
ook nog in dezelfde opening doen. Dus twee keer omslaan, in dezelfde steek, draad ophalen, omslaan de twee en omslaan de twee. En dan nog een keertje, twee keer omslaan, daarna de draad door dezelfde steek, omslaan de twee en omslaan de twee. Dan heb je een V-steek van twee dubbele stokjes, zeven lossen. Nou, daarna doen we drie lossen. Dan gaan we het eerste boogje gaan we overslaan en in de tweede gaan we een vaste maken. Daarna doen we vijf lossen. Dan gaan wij weer naar het volgende boogje en dan gaan we daar weer een vaste maken. Weer vijf lossen. Dan gaan we in het laatste boogje een vaste maken. Daarna drie lossen. En dan gaan we hier vijf stokjes achter elkaar haken. Dus in iedere steek een stokje. 1, 2, 3, 4, 5. En dan doen we weer vijf lossen. 3, 5. Nou, dan ga je naar de volgende stokjes en dan gaan we ook weer vijf lossen of vijf stokjes haken. 1, 2, 3, 4 en de laatste is 5. Dan doen we 3 lossen. Dan ga je in het eerste boogje weer een vaste maken. 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Dus 2 boogjes van 5 maken. Dit is de eerste. En dan weer 5. In de volgende weer een vaste. Dat is de tweede 5 en daarna doen we weer 3 lossen. Dan kom je hier bij deze samengehaakte stokjes in en dan gaan we weer 2 keer omslaan. En dan gaan we hier eerst 2 stokjes, dubbele stokjes haken. Omslaan de 2, omslaan de 2, omslaan de 2. Nog een keer 2 keer omslaan in dezelfde steek. 2 dubbele stokjes. 7 lossen. 5. 6, 7 en in dezelfde steek doen we nog 2 keer dubbele stokjes. 1, 2. Dan gaan we weer 3 lossen doen. En dan gaan we weer deze overslaan, het eerste boogje. En dan gaan we in de tweede beginnen weer met een vaste. 5 lossen. Krijgen we 2 boogjes met 5. Dit is het eerste boogje. En dit wordt het tweede boogje. En dan 3 lossen. En dan ga je die 5 stokjes weer haken achter elkaar. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. En als je dan klaar bent, zet je hem weer vast in de derde lus van onderen. Oh nee, in de vierde, sorry, omdat het een dubbel stokje is. In de vierde lus van onderen. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 26. Goed, zijn we bij ronde 26 en ik heb hem hier gesloten in het eerste dubbele stokje. En dan gaan wij ook weer een dubbel stokje opmaken. Dus we gaan hier weer 4 lossen doen en een dubbel stokje in de volgende stokje. Zo. Dan doe ik hier even mijn speldje weer in. Zo. Nou, dan gaan we 2 lossen doen. En dan gaan wij in de opening hier. Gaan wij 1, 2, 3, 4, 5 stokjes haken met 2 lossen ertussen. Dus we gaan gewoon 1 keer omslaan. Dan gaan we gewoon een normaal stokje maken. 2 lossen, dat is de eerste. Dit is de tweede. 2 lossen, de derde, 2 lossen, de vierde, 2 lossen en de vijfde. En daarna weer 2 lossen. En dan gaan wij nu hier weer die 2 dubbele stokjes haken. Dus weer een dubbel stokje of een dubbel stokje. Dus dan moet je weer 2 keer omslaan. 1, 2. Nou, dit is dus een verandering.
En dan krijg je dit. Nou, dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. Dan gaan we het eerste boogje overslaan. In het tweede boogje gaan we weer een vaste zetten. Daarna doen we 5 lossen. Dan gaan we in het volgende boogje weer een vaste zetten. Weer 5 lossen. Dan gaan we hier naar de volgende stokjes en dan gaan we weer een stokje op een stokje maken. Dus gewoon 5 stokjes achter elkaar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lossen. En weer 5 stokjes hier aan de andere kant. 1, 2, 3, 4, 5. Dan doen we 3 lossen. De eerste weer overslaande boogje, gaan we weer naar het tweede boogje. Een vaste, hoogje stokje, een vaste. Deels een stokje erin, dat moet niet. En dan 5 lossen. In de volgende een vaste, 3 lossen. Ja. En dan ga je hier weer 2 dubbele stokjes haken op een dubbel stokje. 1. En in de volgende ook 1. Dan heb je er weer 2. Dan doen we 2 lossen. Nou, en dan gaan we weer 5 stokjes hier inhaken met 2 lossen ertussen. 1. 2. 3. 4. En de laatste is 5. Doen we weer 2 lossen. En dan gaan we hier weer 2 dubbele stokjes achter elkaar maken. 1. En 2. Dan doen we 3 lossen. De eerste bak overslaan. In het tweede boogje weer een vaste. 5 lossen. In de volgende een vaste. En weer 5 lossen. En dan ga je hier weer 4 stokjes achter elkaar doen. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. En als je dadelijk weer aan het einde bent, zet je hem weer vast in de 4e lus van onderen. Met een halve vaste. En dan kom ik zo terug. En dan gaan we saampjes naar ronde 27. Nou, dan gaan we weer. Gaan we naar ronde 27. Nou, en ik ga hier weer 4 lossen doen. Dat is een dubbel stokje. En dan ga ik hier in de volgende ook weer een dubbel stokje haken. Zo. Dan doe ik hier even mijn speldje weer in. Dan doe ik hetzelfde wat we net gedaan hebben, 2 lossen. Dan gaan we op ieder stokje een stokje haken. En dan daartussen doen we 2 lossen. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan doen we weer 2 lossen. Nou, dan gaan we hier weer die 2 dubbele stokjes haken. 1, 2. Doen we 3 lossen. Dan gaan we de eerste overslaan. In de tweede weer een vaste. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. In de volgende een vaste. En weer 5 lossen. 1, 2, 3. 4, 5. Dan gaan we hier weer die 5 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Dan gaan we naar de volgende en dan gaan we weer 5 stokjes haken achter elkaar. 1, 2, 3,
ongeveer 5. 5 lossen. Dan gaan we de eerste overslaan. Nee, dat gaan we niet overslaan. We gaan gelijk in de eerste, in de middelste steek een vaste zetten. Oké, 5 lossen weer. 3, 4, 5. In de volgende een vaste. 3 lossen. En deze gaan we overslaan en dan gaan we weer 2 dubbele stokjes haken achter elkaar. 1 en 2. En dan ga je weer 2 lossen doen en dan ga je die stokjes weer haken. En dan ben ik weer bij het begin waar we net zijn begonnen. 2 lossen. Een stokje. Nou, die ga je dus helemaal rond doen. En als je straks weer aan het einde bent, zet je hem weer vast. In de vierde lus met een halve vaste. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 28. Dan gaan we nu naar ronde 28 en dan gaan we weer 4 lossen doen. Dat is een dubbel stokje. En dan ga ik hier in de volgende ook weer een dubbel stokje in maken. Hier mijn speldje weer in. Daarna gaan we 2 lossen doen. Dan gaan we in het eerste stokje 2 stokjes inhaken. 1, 2, 3 lossen. En in dezelfde steek nog 2 stokjes. Dus een dubbele V-steek noem ik dat. Noem we 1 lossen. Nou, dan gaan we naar de volgende stokje en dan gaan gewoon 2 stokjes in. 2. 1 lossen, dan gaan we naar de volgende en dan gaat weer een dubbele V-steek in. Dus 2 stokjes, 3 lossen en in dezelfde steek nog 2 stokjes. 2, daarna 1 lossen, in de volgende gaan 2 stokjes in. 1, 2, 1 lossen. En dan in het laatste stokje, daar gaan we weer een dubbele V-steek van maken. Dus 2 stokjes. 3 lossen. En weer 2 stokjes in dezelfde steek. Dan gaan we nu 2 lossen doen. En dan gaan we hier die dubbele stokjes haken, deze 2. 1 en 2. Ja, dan moet je dit hebben. Dus dit moet je dan hebben. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. De eerste boogje gaan we overslaan. In de tweede gaan we een vaste zetten. Zo. 5 lossen. 3, 4, 5. Dan ga ik hier een vaste zetten, 3 lossen. Dan ga ik hier 5 stokjes weer achter elkaar doen. 1, 2, 3, 4, 5. 3 lossen. En weer 5 stokjes. Achter elkaar. 1. 2, 3, 4, 5, 3 lossen, dan ga je in de eerste boogje een vaste zetten, 1, 2, 3, 4, 5 lossen, dan ga je in de volgende een vaste zetten, volgende boogje. En dan 3 lossen. En de volgende boogje ga je weer overslaan. En dan ga je hier weer die 2 dubbele stokjes haken. En dan ben ik weer bij het begin waar ik net ben begonnen. Zo. Dan doen we 2 lossen. En dan ga je hier weer 2 stokjes. Dus weer een dubbele V-steek maken. 2 stokjes. 3 lossen. 2 stokjes. 1, 2, 3. En weer 2 stokjes in dezelfde steek. En dan doe je weer 2 lossen.
Nou, en dan ga je hier weer twee stokjes in maken in de volgende steek. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. En als je dadelijk weer aan het einde bent, zet je hem weer vast in de vierde lus met een halve vaste. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 29. Dan gaan we nu naar ronde 29 en dan ga ik weer 4 omhoog is een dubbel stokje. Dan ga ik in de volgende ook weer een dubbel stokje haken. Zo. Dan doe ik 2 lossen en dan ga ik dit weer eens herhalen. Dus ik ga hier in de opening van de V-steek weer een dubbele V-steek maken. 1, 2, 3 lossen. En weer 2 stokjes in dezelfde opening. Dus een V-steek op een V-steek, zie je dat zo? Daarna 2 lossen. Nou, dan ga je hier 2 stokjes achter elkaar maken. 1, 2. 2 lossen. Dan ga je hier weer een dubbele V-steek inmaken in de opening. 3 lossen. 2 stokjes. In dezelfde opening. 2 lossen. 2 stokjes achter elkaar. 2. Weer 2 lossen. Dan ga je hier weer een dubbele V-steek maken. 2, 1, 2, 3. En weer een dubbele V-steek. 1, 2. Ho. 2 lossen. Dan ga je hier weer die 2 dubbele stokjes maken achter elkaar. 1, 2. 3 lossen. De eerste boogje overslaan, in de tweede gaan we een vaste maken, 5 lossen. Dan gaan we in de tweede, in dat kleintje, daar gaan we nu een vaste maken, 3 lossen. Dan gaan we bij deze stokjes de eerste 2 samen haken, 1, 2, omslaan de 3. En dan 3 stokjes achter elkaar, 1. 2, 3, 2 lossen, nee 3 lossen, sorry. Dan gaan we hier bij de volgende weer 3 stokjes achter elkaar doen. 1, 2, 3. De laatste 2 ga je weer samen haken. 1, 2, en dat is de 3 lossen. Daarna 3 lossen. In het eerste boogje weer een vaste. 5 lossen. In de volgende ook weer een vaste. 2 lossen. En hier ga je weer 2 dubbele stokjes haken. En dan ben ik weer bij het begin waar we net zijn begonnen. 1, 2. 2 lossen. En dan ga je dit weer allemaal herhalen wat we net hier gemaakt hebben. Ben je dadelijk weer aan het einde, zet je hem weer vast in die dubbele stokje, in de vierde lus. En dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 30. Goed, gaan we nu naar ronde 30. Dan gaan we weer 4 lossen doen, dat is een stokje, een dubbel stokje. En dan gaan we weer in de tweede ook een dubbel stokje maken. Oké, dan heb ik hier even mijn speldje weer door. Dan gaan wij 3 lossen doen. Nou, dan gaan we hetzelfde allemaal doen. Alleen overal 3 lossen ertussen. Dus 1, 2. Nou, hier deden we al 3 lossen. Dus een dubbele V-steek. Zo. Daarna doen we 3 lossen. Dan deden we net 2. En dan gewoon 2 stokjes. 2. 3 lossen weer. En dan hier weer een dubbele V-steek, 3 lossen en weer 2 dubbele, 3 lossen, 1,
2, weer 3 lossen. En dan hier weer een dubbele V-steek, 1, 2, 1, 2, 3 en weer 2, 1, 2, dan weer 2, 3 lossen, sorry. En dan ga je hier weer dubbele stokjes haken, 1, 2, dan doe je 3 lossen. Deze gaan we overslaan en dan ga je in het tweede boogje een vaste, 5 lossen. In de volgende, in die kleine, gaat ook een vaste, 3 lossen. Dan gaan we hier 4 stokjes achter elkaar haken. 1, 2, 3 en 4. 2 lossen en dan ga je hier naar deze kant ook 4 stokjes haken. 1, 2, 3, 4. 3 lossen. In het eerste boogje ook een vaste. 5 lossen. 2, 3, 4, 5. In de volgende een vaste. En dan 3 lossen. Nou, dan ga je hier weer die 2 dubbele stokjes haken. 1, 2. En dan doe je weer 3 lossen. Nou, en dit zijn we hier bij het begin. En hier gaan we een dubbele V-steek maken. En dan ga je alles weer gewoon herhalen wat ik net gemaakt heb. En dan aan het einde zet je hem weer gewoon vast. En dan ga je hem sluiten en dan kom ik zo meteen terug en dan gaan we naar ronde 31. Nou, dan gaan we dan naar 31. Nou, ik ga hier weer die 4 lossen haken. Dat is een dubbel stokje. Hè? En dan hier ook weer een dubbel stokje. Dan doen we 2 lossen. Dan ga ik hier op deze 2 stokjes ook weer 2 stokjes haken achter elkaar. 1, 2. Dan doe ik 2 lossen. Dan ga ik in de tweede steek van de 3, dus in het midden, een vaste. 2 lossen. En weer een vaste in dezelfde steek. Daarna doe je 2 lossen. En dan ga je hier weer 2 stokjes achter elkaar doen. 1, 2. Dan heb je dit. 2 stokjes, een vaste, 2 lossen en een vaste, 2 lossen en 2 stokjes. Nou, dan gaan we 2 lossen doen. En dan gaan we hier ook weer 2 stokjes achter elkaar doen. 1, 2. Weer 2 lossen. Dan ga je hier weer 2 stokjes achter elkaar doen. Dus een stokje op een stokje. 2 lossen. Dan ga je in de middelste een vaste. 2 lossen. En een vaste in dezelfde steek. 2 lossen. En 2 stokjes. 1, 2, 2 lossen. Dan ga je hier weer 2 stokjes haken achter elkaar. 2 lossen. Hier weer 2 stokjes achter elkaar. 2 lossen. Dan ga je in het midden weer een vaste. 2 lossen. En weer een vaste in dezelfde steek. 2 lossen, 2 stokjes, 2, hier weer 2 lossen. Nou, dan ga je hier die dubbele 2 stokjes maken. En dan heb je de bewerking van het middenstuk dit zo. Oké. Nou, na die dubbele stokjes gaan we 3 lossen doen. Ga
gaan we het eerste boogje overslaan, in de tweede een vaste, 5 lossen, in de volgende een vaste, 3 lossen, 4 stokjes achter elkaar, 1, 2, 3, 4, hier 1 lossen en dan de volgende 4, 2, 3, 4, 3 lossen, in het eerste boogje een vaste, 5 lossen, in de volgende ook weer een vaste, 3 lossen. En dan ga je hier weer die dubbele stokjes haken, 2 stuks. En dan ben je weer bij het begin wat ik net gemaakt heb. Nou, dan ga je dan weer helemaal herhalen wat we net gedaan hebben. En dan sluiten doen we weer gewoon met een halve vaste. En dan kom ik straks terug en dan gaan we naar ronde 32. Nou, gaan we nu naar ronde 32. Nou, ik heb hier weer, dan gaan we 4 omhoog. Dat is er een dubbel stokje. En de volgende ook weer een dubbel stokje. Zo. We hebben nog een paar rondjes te gaan en dan is het klaar. Dan gaan wij 2 lossen doen. Dan gaan wij op deze 2 stokjes, op het eerste gaan we een vaste zetten. Denk ik. Ja. En dan gaan we een picootje maken. Nou, een picootje die gaat als volgt. Heb ik dat goed? Ja, dat is goed. Ja, dan gaan we een picootje maken. Dus we gaan hier 3 lossen doen. Dan gaan we terug naar de eerste lus. Of ja, hier zo mag je ook. Bij die 2 lussen. Dan haal je je draad er doorheen en door de lus van je haaknaald. En dan heb je zo'n, ja, zo'n pieletje eraan, zo'n boogje. En dan gaan wij in de volgende stokje ook weer een vaste maken. En dan krijg je dit. Dan doen we 2 lossen. Dan gaan wij in dat openingetje van die 2 lossen, van die vaste ertussen, daar gaan wij 2 stokjes in haken. 2. 3 lossen. En in dezelfde opening nog een keer 2 stokjes. 1, 2. Dan 2 lossen. Dan gaan we hier op dit stokje weer een vaste. 3 lossen. Weer terug naar die 2 steken daar, die 2 lussen. De draad er doorheen halen en de lus van je haaknaald. En dan ga je in het volgende stokje weer een vaste maken. Dan krijg je dit. Daarna doen we weer 2 lossen. Dan gaan we hier 2 stokjes haken. Een stokje op een stokje. Weer 2 lossen. Dan gaan we bij de volgende hier gaan we weer een vaste maken. 3 lossen, weer een picootje. Weer terug. Draad er doorheen en door de lus van je haaknaald. En in de volgende ook weer een vaste. Daarna doen we weer 2 lossen. Dan gaan we hier in deze opening weer 2 stokjes haken met 3 lossen, 2 stokjes, een dubbel veertje. 1, 2, 3. En weer in dezelfde opening nog een keer 2 stokjes. Even kijken, dan hebben we de 1, 2 hier. Weer 2 lossen. Dan gaan we hier weer een vaste maken. 3 lossen, een picootje. Weer verder. Je hoeft natuurlijk die picootjes niet te maken. En dan in de laatste gaan we ook een vaste maken. 2 lossen. In de volgende weer 2 stokjes. 1,
2, 2 lossen. Even kijken of ik het goed heb hoor. 1, 2. Ja. Dan gaan we hier weer een vaste maken met een picootje. Hier weer insteken. Dan gaan we hier weer een vaste maken. 2 lossen. Dan ga je hier weer in die opening. Dan gaan we weer een dubbele V-steek maken. Eén, twee, drie lossen. En weer 2 stokjes in dezelfde opening. Zo. 2 lossen. In het volgende stokje weer een vaste. 3 lossen. Picootje. En een vaste in de volgende. 2 lossen. Dan gaan we hier weer 2 dubbele stokjes haken. En 2. Dan doe je 3 lossen. Deze overslaan in het volgende boogje. Een vaste. 5 lossen. In de volgende weer een vaste. En 2 lossen. En dan ga je hier 8 stokjes haken achter elkaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En de laatste is 8. Dan doe je 3 lossen. Dan ga je hier in de eerste ga je een vaste zetten. 5 lossen. In de volgende een vaste. En dan 2 lossen. Nou, dan ga je hier weer die dubbele stokjes haken. Nou, dan ben ik weer bij het begin. Waar we net waren. Dan doe je weer 2 lossen. En dan ga je hier weer een vaste zetten. 3 lossen voor een picootje. En hier weer een vaste. 2 lossen. En dan ga je hier weer die dubbele V-steek maken. Nou, dit ga je dus helemaal herhalen. En als je dan straks klaar bent, dan zet je hem weer gewoon vast met een halve vaste. In de vierde lus. Dan kom ik zo terug en dan gaan we naar ronde 33. Nou, dan gaan we dan. Gaan we weer naar ronde 33 alweer. En dan ga ik weer 4 lossen doen. Dat is een dubbel stokje. En in de volgende doe ik ook een dubbel stokje in. Zo. Dan ga ik 2 lossen doen. Dan, dit gaan we overslaan. En dan gaan we hier... Op deze 2 stokjes, gewoon 2 stokjes weer achter elkaar haken. 1, 2. 2 lossen. Nou, dan gaan we weer in de middelste. Dan gaan we weer een vaste maken met 3 lossen. Oh, 2 lossen, sorry. 2 lossen. En in dezelfde steek nog een vaste. Dus geen picootjes maken. 2 lossen. Dan gaan we hier weer 2 stokjes haken. 1, 2, 5 lossen. Dan gaan we naar de volgende 2 stokjes. 1, 2, 5 lossen. 3, 4, 5. Dan gaan we hier weer 2 stokjes maken. 1, 2. 2 lossen. Dan gaan we hier de middelste weer een vaste. 2 lossen. En een vaste in dezelfde steek.
twee lossen, twee stokjes, 1, 2, 5 lossen, 4, 5. Dan ga je hier weer twee stokjes maken in de volgende. Zo, dan heb ik er 1, 2. Dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, wat een kabaal. Dan gaan we hier weer twee stokjes maken. 1, 2. 2 lossen. Dan gaan we hier in de middelste weer een vaste zetten met 2 lossen en een vaste. 2 lossen. En hier weer twee stokjes. 1, 2. 5 lossen. En dan kom je hier bij de dubbele stokjes aan. En daar gaan we twee dubbele stokjes in. 1, 2. Oh wacht, een dubbel stokje, dus een enkele. Een dubbele. Dan doen we 3 lossen. Deze overslaan in de tweede boogje een vaste. 5 lossen. Dan kom je bij al deze stokjes aan. Dan gaan we de eerste 2 samen haken. 2. Daarna gaan wij 4 stokjes achter elkaar doen. Liedje. 1, 2, 3. Zo bijna denken dat de wasmachine opzuigt hier. En de laatste 2 ga je ook weer samen haken. Dan doen we 5 lossen. Dan gaan we de eerste overslaan. In de tweede gaan we dan een vaste maken. Dan doen we 3 lossen. En dan gaan we hier weer 2 dubbele stokjes haken. Dan ben je weer bij het begin. 2. Dan weer 2 lossen. Nou, dan ga je hier weer 2 stokjes haken in de volgende. 1, 2. 2 lossen. En dan ga je de middelste weer een vaste met 2 lossen en een vaste maken in dezelfde steek. Nou, en dit ga je dus helemaal rond doen. En als je weer klaar bent, zet je hem weer vast met een halve vaste. Kom ik terug voor ronde 34. Nou, gaan we nu naar de volgende ronde, ronde 34. Gaan we weer 4 lossen doen. Dat is weer een dubbel stokje. En dan ga ik in de volgende ook weer een dubbel stokje haken. Daarna gaan wij 5 lossen doen. Dan ga ik hier een vaste zetten. Dan weer een picootje, dus 3 lossen, dan weer terug in die voorste steek. En dan gaan we de volgende ook weer een vaste maken. Daarna gaan we weer 2 lossen doen. En dan gaan we hier weer in die 2 lossen van die halve stokjes, gaan we weer een dubbel stokje, een dubbele V maken. Dus 2 stokjes, 2, 3 lossen en weer 2 stokjes in dezelfde steek. En 2. Dan gaan we 2 lossen weer doen. Dan gaan we hier weer een vaste. Een picootje. En weer hier een halve vaste. En een vaste in de volgende. Dan gaan we 5 lossen doen. 3, 4, 5. Dan ga ik hier weer 2 stokjes maken. 2. 5 lossen. In de volgende weer een vaste, een picootje en een vaste. En een vaste. 2 lossen. Dan gaan we hier weer een dubbele V-steek maken. Dus 2 stokjes, 3 lossen. En weer 2 stokjes. 1,
en 2. Daarna 2 lossen weer. Dan gaan we hier weer een vaste, een picootje. En hier ook weer een vaste. Daarna 5 lossen. Dan gaan we hier weer 2 stokjes haken. 1, 2. 5 lossen. Dan kom je hier weer uit en dan gaan we weer een vaste, een picootje en een vaste maken. Hier weer een vaste. 2 lossen. Dan gaan we hier weer een dubbele V-steek maken. 1, 2, 3 lossen. En 1 en 2. Dan gaan we 2 lossen weer doen. En dan gaan we hier weer een V-steek of een vaste. 3 lossen, een picootje maken. En in de volgende weer een vaste. Daarna 5 lossen. 4, 5. En hier weer een dubbele stokjes. 1. En in de volgende is 2. Daarna 3 lossen. Eerste boogje ga je overslaan. In de laatste ga je een vaste maken. 5 lossen. Daarna ga je de eerste 2 weer samen haken. 1, 2. Omslaan door 3. Daarna 2 stokjes achter elkaar. De laatste 2 doe je weer samen haken. Nou, dan ben ik weer bij het begin. Dan ga ik weer 5 lossen doen. Dan ga ik in de eerste boogje een vaste maken. Daarna gaan we 3 lossen doen, dacht ik. 3 lossen, ja. En dan ga je hier die dubbele stokjes aan maken. En dan ben ik weer bij het begin. Waar ik net ben begonnen. En dan weer 5 lossen. 4, 5. En dan heb je hier weer de vaste. Met 3 lossen. Een picootje maken. En weer een vaste. In de volgende. Nou, die ga je dus helemaal rond doen totdat je weer aan het einde bent. En dan zet je hem weer vast. En dan kom ik straks terug. En dan gaan we naar ronde 35, de ene laatste ronde. Nou, dan gaan we nu naar ronde 35. En dan ga ik weer 4 lossen doen. En weer een dubbel stokje. In de volgende. 5 lossen. Dan gaan we hier in het. Deze gaan we allemaal overslaan. Dan gaan we hier in het tweede stokje zien. Dan gaan we in de eerste 2 stokjes inhaken. 1, 2. Daarna 3 stokjes achter elkaar. Dus hier op een stokje op een stokje. En dan in de opening doen we 2 stokjes in. 1, 2. Dat is gewoon de V-steek. Weer 3 lossen. Dan hier weer 2 stokjes. Ook in dezelfde opening. Dan heb je de V-steek weer klaar. Daarna doe je hier op de eerste stokje, of ja, het stokje wat erna komt, 1 stokje en de laatste 2 stokjes. 2. Dan doen we 5 lossen. Dan gaan we hier naar de volgende 2 stokjes en daar doen we gewoon 2 stokjes achter elkaar. 5 lossen. 2, 3, 4, 5. In het eerste stokje 2 stokjes. 1, 2. In de tweede 1. Dan een grote dubbele V-steek hier in de opening maken. 1, 2. 3 lossen. En weer 2 stokjes. Dan ga je hier een stokje in een stokje doen. En de laatste weer 2 stokjes in.
5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Ga naar de volgende stokjes en dan gaan we 2 stokjes achter elkaar. 1, 2, 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Dan gaan we hier weer heen. Eerste 2 stokjes. 1, 2. In de volgende 1 stokje. Dan in het boogje weer een dubbele V-steek maken. 1, 2. 3 lossen. En weer 2 stokjes. Daarna gaan we hier 1 stokje in doen. En de laatste weer 2. Dan weer 5 lossen. Dan kom je hier weer bij die dubbele stokjes aan en dan gaan ook weer dubbele stokjes in. Dus 2 maal. 2. Daarna doen we 2 lossen. En dan gaan we deze allemaal samen haken. Dus 4 stokjes samen haken. 1. 2. 3. 4. En dan doe alle lussen. Nou, dan ben ik weer bij het begin. Bij het begin dan ga ik weer 2 lossen doen. En dan ga ik hier weer die dubbele stokjes haken. Dus de boogjes gaan we allemaal overslaan. 1 en 2. En dan ga je weer 5 lossen doen. Dan ga je hier in de eerste weer 2 stokjes maken. Hier weer 1. En de volgende. Hier dan weer een V-steek maken. Een dubbele. Met 2 stokjes. 3 lossen. 2 stokjes. Daarna weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan ga je hier weer. Die 2 stokjes haken. Nou, die ga je dus helemaal rond doen. En als je klaar bent, dan kom ik zo weer terug. En dan gaan we naar ronde 36. Nou, daar zijn we weer. Gaan we nu naar het allerlaatste rondje. Jawel. Het allerlaatste rondje gaan wij als volgt. Ik ga hier 2 lossen doen. Dat is een vaste. Daar in de tweede speldje doe ik mijn speldje in die tweede lus. Zo. Dan ga ik, dan moet ik even goed kijken, dan kijk ik even naar de andere kant toe, want dat is makkelijker. Oké, dan ga ik 3 lossen doen. Dan ga ik op de volgende dubbele stokje een dubbel stokje haken, maar niet helemaal afgemaakt. Dus 2 keer omslaan. Omslaande 2, omslaande 2. En dan hou je 2 lussen op de haaknaald. Dan doe je weer 2 keer omslaan. Ja. Dan. Oh, dat is hier pas. Oh, sorry, sorry. Dat is dus die. Nee, dat klopt wel. We moeten 4 lossen doen. Sorry, dames. En heer misschien. Heel even uithalen. Af en toe is het even moeilijk te zien. Hier gaan we gewoon 4 lossen doen. Dat is het stokje, het dubbele stokje. Dan doe ik mijn speldje hierin. Zo. Dit is namelijk het einde stukje. Dan ga ik een picootje maken. 1, 2, 3. Dan ga ik weer terug. In de eerste lossen van de 3. Dan ga ik hem daar vastzetten. Daarna 3 lossen. En in de volgende
feest, of in de volgende dubbele stokje doen we een vaste. Op deze manier. Oké, nou zit hij goed. Dan gaan we 5 lossen doen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we hier in het eerste stokje een stokje maken. Een feest, of een picootje. 1, 2, 3. Nou, dan ga ik weer terug, net als daarvoor. Bij die 2 steekjes. En dan gaan we in dezelfde steek nog een stokje maken. Dus een V-steekje, maar dan met een picootje erop. Daarna doe ik 1 losse. En als je zegt van ik doe geen picootjes omdat ik hem in een ring wil maken, dan moet je geen picootjes doen, want dat ziet er niet mooi uit. Dat zou ik niet doen. Is ook onhandig om vast te maken. Maar goed, zo, dus ik haal ze straks even uit, want eventueel gaat deze in de ring en dan is dat zonde. Maar goed, 4 steek, 1 losse en dan ga ik 1 steek overslaan en dan ga ik de laatste 2, daar komen stokjes op. 1, 2. En dan de derde gaat in, en dan ga ik weer een 4 steek maken hier. 1, 2 steken in de 4 steek opening. Daarna doe je 2 lossen en dan ga ik weer een picootje. 1, 2, 3. Dit doe ik puur voor de mensen die picootjes willen maken. Weer teruggaan naar de eerste lus. Daarna doe je weer 2 lossen. Dan ga je in dezelfde opening weer 2 stokjes haken. Zo. Dan gaan wij in de eerste 2 stokjes en na een stokje op een stokje nog maken. 1 losse en dan gaan we in de eerste steek 2 stokjes haken. 1, 2. Dus dan ga je er 2 overslaan in plaats van 1. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Kom je bij deze stokjes aan en dan gaan wij ook een vaste inzetten. Met een picootje, 2, 3, dan ga je weer terug en dan pak je die 2 steken. En dan aan het einde, bij de tweede weer een vaste. Weer 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. In de eerste weer een stokje. Een picootje, 1, 2, 3, en dan ga je hier ook om die 2 steken heen. En dan ga je nog een keer een stokje maken in dezelfde opening. 1 lossen, 1, 2 overslaan en dan ga je in de laatste 2 weer een stokje maken. Ik zei dat straks in het begin 1 overslaan, maar het is 2. Maar goed, dan kun je nog wel even weer opnieuw doen. 1, 2 in de opening, 2 lossen en dan ga je hier 1, 2, 3 een picootje. Nou kun je niet terug gaan daarheen, dus dan ga je in de eerste steek van het picootje terug. En dan ga je weer 2 lossen doen. Dan ga je hier weer 2 stokjes in de opening maken. 1, 2. En dan in de eerste 2 stokjes die je tegenkomt, een stokje. 1, 2. Doe je 1 lossen. En dan ga je in de laatste stokje, daar doe je weer een stokje, een picootje, dan ga je weer terug en hier kun je wel weer die 2 steken pakken. En dan weer een stokje in dezelfde steek. Zo. Dan doen we 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Gaan we nog zo'n groepje maken. Oh nee, dan gaan we eerst hierin weer. Een vaste. Een picootje. Terug, pak ik die 2 steekjes en in de volgende ook weer een vaste. 5 lossen, 3, 4, 5. Nou, de eerste weer een stokje met een picootje. 1, 2, 3. En weer een stokje in dezelfde steek.
1 lossen, 2 overslaan, in de laatste 2 weer een stokje. In de opening weer 2 stokjes. Een picootje. En weer 2 stokjes in de opening. En dan ga je hier weer de eerste 2 ga je weer een stokje opmaken. 1 lossen, 2 overslaan en in de laatste ga je weer een stokje, een picootje. En weer een stokje in dezelfde steek. Ga je weer 5 lossen doen. 1, 3, 4, 5. Nou, nou kom je hier bij deze groep aan. En dat is weer het begin, maar nog niet helemaal, want wij zijn hier begonnen. En dan ga ik jou zeggen hoe dit gaat, dit stukje. Dan ga je hier in de eerste dubbele ga je een vaste maken. Daarna doe je 3 lossen. Dan ga je een dubbel stokje haken, maar niet helemaal af. Dus in de eerste steek je in. Omslaande 2, omslaande 2. Hou je 2 lussen op de haaknaald. Ga je nog een keer 2 keer omslaan. En dan ga je naar de volgende dubbele stokje. Daar steek je weer je naaknaald in. Dan ga je weer omslaande 2, omslaande 2. Heb je 3 lussen. En dan ga je door alle 3 lussen. En daarop zet je dan weer een picootje. Zo. Daarna doe je weer 3 lossen. En dan ga je in de volgende dubbele stokje weer een vaste zetten. Nu ben je weer bij het begin. Nou, dan ga je weer 5 lossen doen. En dan ga je hier weer beginnen met een stokje, een picootje en een stokje in dezelfde steek. En dan ga je dit weer helemaal herhalen. Nou, als je hem als tafelkleedje gebruikt, dan gebruik je die picootjes, want dat is dan wel weer leuk. Ga je hem in de ring haken, zou ik de picootjes weghalen. Dus ik haal dit weer even uit, want ik wil geen picootjes. En dan kom ik zo terug en dan ga ik jullie vertellen hoe groot dat hij is geworden. En hoeveel garen ik gebruikt heb. Nou, ik heb hem dus helemaal af. Het is een beetje bobbelig, maar als je hem dan straks gaat opspannen. Dat maakt en opspant, dan is die bobbeligheid helemaal weg. En als je hem in de ring maakt, natuurlijk helemaal. Hij is 60 centimeter en hij is hier niet uitgerekt, dus je moet je 20% erbij tellen. En ik denk zelf dat hij in een ring van 80 centimeter wel in kan, denk ik, hoop ik. In ieder geval, dit is hem geworden. Ik vind hem ontzettend leuk. Wel mooi geworden ook. Ik heb dus niet de picootjes hier gedaan. Zie je, want nou kun je hem ook veel makkelijker met deze punten bijvoorbeeld vastzetten in een ring. Kijk, ik heb picootjes gedaan, dan zie je dat natuurlijk niet. Nou ja, goed, deze zie je dan dat die een beetje omhoog komen. Dat is hier die bobbelsteek, hè. Die popcornsteek. Dus ja, ik vind hem wel heel erg leuk geworden. Nou, ik zou zeggen, ga deze ook even maken. Even, maar laat hem zien op ons Facebook. Jolanda's Haakwereld. En deel de video met iedereen wie je wil. Word lid van ons Facebook Jolanda's Haakwereld. En geef een duimpje bij deze tutorial. En word ook lid van mijn YouTube kanaal. Ik zou zeggen heel veel haakplezier en tot de volgende tutorial.